Storybaas Guido den Aantrekker is er niet over te spreken dat Eva Jinek haar tv-collega Winston Gerstanovic gisteravond de lee wilde lezen in haar talkshow op RTL4. Hij vindt dat ze geen recht van spreken heeft vanwege haar tv-salaris en roept dat ze maar lui over haar tafel heen hangt. Eva heeft Winston behoorlijk kritisch ondervraagd over Earth Today, zijn goede doel, dat door Weekblad Quote is ontmaskerd als een soort geldmachine voor de oprichters. Hij had het niet makkelijk aan tafel en begon zichzelf op een gegeven moment zelfs een beetje te overschreeuwen. De boodschap: ik ben niet als Siewert. Guido vond de kritische vragen van Eva misplaatst. Aldus Jinek, die meer dan een miljoen verdient met haar privévakanties tussen wat talkshowtjes door. Hilarische tv. Het is volgens Guido, mediabestie van Rachel Hazes, gewoon lachwekkend. Een zwaar overbetaalde part-time tv-presentatrice die lui over tafel hangend een ondernemer de lee wil lezen. Vrij hilarisch wel. Guido stelt dat Winston juist een topper is. Ik ken Winston als een integer mens, een intelligente ondernemer en ik ben op hem gesteld. Dat spreek ik graag uit. Ik denk dat er in de quote 500 echt geboefte staat waar we bij jullie verder niets over zullen lezen. Quote-redacteur Martijn Zeven denkt dat Guido's mening wel heel erg gekleurd is. In deze casus maak je een denkfout als je Winston gelooft op zijn blauwe ogen. Guido, die net als Winston voor SBS6 werkt, vervolgt: ik geloof nooit iemand op zijn blauwe ogen. Ik ken Winston gewoon beter. Winston heeft zich heel goed verweerd, besluit Guido. Dat kan doorgaans alleen geloofwaardig als je oprecht bent. Het is lang niet de eerste keer dat Guido kritisch is op Eva. Toen ze net begon bij RTL4, plaatste hij zelfs iedere avond negatieve tweets over de talkshow-presentatrice. Verder is het Guido al jaren een doorn in het oog dat Eva soms de zegt in plaats van het en andersom. Eeuwig excuus, not my native language. Maar als je elke avond op tv bent in een talkshow, mag je er wel iets aan doen, lijkt me.